Ja, het is vandaag nu het is hartstikke druk. Goede opkomst. 120 deelnemers, jeugd, senioren, eredivisie spelers, die hebben we ook kunnen benaderen. En die spelen hier. Ja, super tof, loopt goed. Kijk, het idee hier achter dit toernooi is, we hebben nu 3.0, dus het derde jaar. Destijds is dat natuurlijk opgestart door Jimmy, Mike Versanten en Mike Belsch, ikzelf, hebben het eigenlijk een beetje opgenomen. Topsport willen wij hier in het Oosten laten zien aan de jeugd. Daar gaat het eigenlijk om. We willen de kinderen willen we enthousiast maken voor de badminton. En alle topwedstrijden die zijn allemaal eigenlijk een beetje in het Westen. En we willen dus echt de topsport, eredivisie, nationaal niveau, internationaal niveau, die willen we hierin trekken. Zodat de kinderen dat kunnen zien. Want anders moeten ze veel te ver reizen. En op die manier proberen wij ook achterliggend natuurlijk het niveau omhoog te krijgen. Want ja, sport is natuurlijk hartstikke belangrijk. Nou, wat ik er vooral leuk vind, ik doe dubbel en ik vind vooral de snelheid echt leuk van het spelletje. Dat alles snel gaat, je moet veel reageren en ook een beetje de tactiek van het spel om uit te kijken hoe je je spelers moet bespelen. Dat is wat voor mij badminton wel leuk maakt. Topwedstrijden kunnen wij hier natuurlijk zien. Wij hebben het geluk dat wij Dion van Willek hebben wij hier. Hij is een SM1 speler, het hoogste niveau jeugd Team NL vanuit de bond zijnde. En we hebben Kirsten de Wit. En Kirsten de Wit is net sinds een week of 3-4 is hij toegetreden tot het allerhoogste niveau Team NL van Nederland. Dus daar zijn we super blij mee. Ja, sinds augustus, dus nu sinds een maandje, behoor ik officieel tot Team NL van de senioren. Nou, voor mij betekent dat gewoon ook een stukje groei, dat het de goede kant op gaat en toch toewerken naar het grote doel. De Olympische Spelen, dus dat is wel een goede stap in die richting. Nou, de BPO staat voor Badminton Promotie Oost. Dat is een stichting en daar proberen wij bij de verenigingen heel open proberen wij de kinderen extra training te geven. En eigenlijk als zij dat willen en dat ze dat ambiëren, dat we ze naar Papendal krijgen. Elke dag 2 keer per dag trainen. En we hebben een beetje een verschil met badminton training op de baan, krachttraining, maar ook het fysieke met hardlopen of fietsen of roeien en die soort dingen. Het is een beetje toch voor veel dingen.